Mevrouw Liesbeth Schoel van de Vlies, gefeliciteerd met uw onderscheiding. Hoe vindt u het? Ja, nou in ieder geval, ik vind het geweldig. In het begin had ik zoiets van, wat moet ik ermee? Maar nu voel ik me toch wel een beetje vereerd. En een stukje kroon op het werk wat ik gedaan heb. Hoe bent u overvallen door de burgemeester? Nou, wil je het echt weten? Nou, we hadden een teamuitje op school en op de taaltuin. En na afloop, we hadden geluncht en op een gegeven moment, we hebben een soort voorleesstoel. En ik moest op die stoel gaan zitten. Ik kreeg een mantel om, een koningsmantel, een kroon op mijn hoofd. En op een gegeven moment liep de burgemeester binnen, want ze wilde me even in het zonnetje zetten. Dus het was echt heel erg overvallen. De burgemeester somde een aantal activiteiten op, maar het woord Nieuwland viel in elke zin. Wat is die liefde? Kan je dat verklaren voor Nieuwland? Ja, dat is niet te verklaren. Het is iets, ja, je groeit erin, je woont er en je gaat er aan de slag. En ja, dan blijf je die liefde houden en dan blijf je inzetten voor de wijk en voor de mensen. Nou, is het al heel wat jaren geleden. Hè? We begonnen met Nieuwland aan Zet, noem maar op. Hoe kijk je nu tegen Nieuwland aan? Nou, Nieuwland is gigantisch veranderd. Er zijn veel... een verandering van samenstelling. Je ziet dat de kinderen het heel goed gaan doen. En ja, het is gewoon een wijk die springlevend is. En nog steeds niet klaar is. En bent u dan ook nog niet klaar? Of zeg je, ik heb nou een lintje, het is mooi geweest? Nee hoor. Nee, ik blijf doen wat ik nog steeds doe. Iets minder mate als vroeger. Maar ik blijf voorzitter van het Corporatiemuseum. En ik blijf actief in Nieuwland. Want dat is gewoon, vind ik gewoon belangrijk. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Lintjes regenen in Schiedam, Herbert Nikkels, allereerst gefeliciteerd met je onderscheiding. Dankjewel. Je werd van de week bezocht door de burgemeester, hoe ging dat? Nou, heel verrassend, want ik stond aardappeltjes te poten voor de voedselbank. En opeens stond daar de burgemeester met mijn zoon. En ik vond dat een hele rare combinatie, ik had het nog niet door. Maar ik begon toen wel een lichtje te branden, ja. Nou, wordt allerlei verdiensten worden opgenoemd. Waar ben je nou voor onderscheiden? Heb je er goed naar geluisterd? Jawel, ik ben het meest onderscheiden voor de tuinieren voor de voedselbank. Ja. Ben je daar trots op? Ja, dat vind ik wel leuk. Vind ik. Wat is voor jou de waarde van zo'n lintje? Waarde van een lintje is een stukje erkenning. En ik heb het mede dankzij alle vrijwilligers die daar werkzaam zijn. Want ik kan het niet alleen. En daar ben ik heel blij mee dat er zoveel mensen zijn die zich voor een ander in kunnen zetten. Wat jij ook nog doet is heel belangrijk. Je bent bezig met de bijen. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Het heeft direct met de voedselproductie te maken. Ook wij bij bijenkasten, ook op Vijf Sluizen. En het is belangrijk dat bijen leven krijgen. Want het gaat erg slecht met de bijenstand. En het is, ik zeg geen eten zonder bijen. Geen fruit zonder bijen. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. John Nobel, gefeliciteerd met je onderscheiding. Hoe vind je het? Dankjewel. Ja, ik vind het geweldig dat ik die onderscheiding heb gekregen. Je weet, ieder jaar zijn er een x-aantal mensen die daar weer in aanmerking komen. Ja, je kan jezelf niet opgeven. Dus op een gegeven moment denk je wel van, zou ik ooit nog wel eens een keer in aanmerking komen? Niet dat ik op zit te wachten. Maar nu blijkt het toch dat er een groep mensen is die anderhalf jaar op de achtergrond aan het klussen is geweest om dat voor elkaar te krijgen. John, ik kreeg van de week een appje van een raadslid. Je doet ook nog aan hardlopen. Wat is Sandra? Die is ongeveer anderhalf jaar geleden bij de groep gekomen. Ja, door de werkzaamheden bij de gemeente is het voor haar moeilijk om de trainingen te combineren. Maar ze heeft het naar de zin. En dat is eigenlijk het belangrijkste. Daar gaat het om. Je moet plezier beleven. En je moet elkaar uitdagen. Dat kan dus ook goed. Maar het gaat erom met z'n allen beginnen, maar ook met z'n allen eindigen. Dus... Nou, een mooie onderscheiding van je hele oeuvre. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Chef Hendricks, kunstenaar gedecoreerd. Hoe vind je het? Ja, ik vind het natuurlijk een enorme erkenning van wat ik al mijn leven gedaan heb. Alhoewel ik mezelf nauwelijks realiseer wat dat allemaal is. Weet je, ze weten meer van je dan dat je jezelf herinnert. Nou, dat is een mooie vraag dan. Want wat heeft de burgemeester nou letterlijk opgenoemd? Nou, hij noemde natuurlijk mijn kunstenaarschap. Dus alle activiteiten rond mijn kunstenaarschap, mijn docentschap. Activiteiten in Schiedam op cultureel gebied. Hè. Dus ik heb inderdaad als medeoprichter van de Stichting Kunstwerkt. Ik heb heel lang in de redactie gezeten van het toen nog bestaande blad Muzes. Ik heb in de adviescommissie beeldende kunst voor het museum gezeten. Ik heb dus daarnaast wel een heleboel culturele activiteiten ontplooit die buiten mijn vakgebied of direct wel met mijn vakgebied gerelateerd waren. Maar wanneer ik zo'n lijst hoor altijd, dan denk ik altijd, waar halen die mensen de tijd vandaan? Hoe doe jij dat? Geen idee.
Maar het is wel, want ik hoorde dat ze inderdaad dat een jaar van tevoren dit soort procedures in werking moeten worden gezet. Dus dat betekent inderdaad veel werk. Dus ik dank ook, laten we zeggen, de mensen die mij hebben voorgedragen. Want uiteindelijk hebben die zich daar gedachten over gemaakt en ik helemaal niet. Mevrouw Meijer, van harte gefeliciteerd met uw onderscheiding. Hoe blij bent u ermee? Ik ben er heel blij en heel verrast mee. Nou, gaat de burgemeester altijd oplezen waar u allemaal voor beloond wordt. Kunt u dat nog zelf oproepen, wat de burgemeester allemaal zei? Nou, de burgemeester heeft genoemd het gemengd koor Holy. Die dus de initiatiefnemers zijn geweest, tot heb ik begrepen. De medewerkers van de geestelijke verzorging in het Franciscus Gasthuis. Maar ik hoorde een heel ander belangrijk woord vallen. Belasting, ja, daar komt hij al. Ja, Belasting en Douanemuseum. Maar u heeft ook bij de belasting gewerkt? Ik heb 39 en een paar maanden bij de Belastingdienst gewerkt. Maar ik heb daarvoor nog 4 maanden gewerkt bij het Hoge Commissariaat der Nederlanden in Jakarta. Maar goed, van de belasting af bent u naar het Belastingmuseum gegaan. Waar is dat en wat kan je daar zien? Nou, je kan er de hele geschiedenis van de Belastingdienst zien. En het is een heel leuk museum. Ik zal het iedereen kunnen aanbevelen. Het is tegenwoordig een interactief museum. Okay. En waar zit het? Op de Parklaan 14-16 in Rotterdam.